Kijk, ik ga eerst zeggen, het is niet een kwestie van je moet op mij stemmen of je moet op wie. Nee, maar je ontzetten. kan nee, maar, maar op één iemand stemmen. Nee, maar dus voordat ik dat, uh, daarop kom. Ik, ben, ik wil van dat zetelgrabbing af. Dat heb ik vandaag ook een paar keer Weet je, daar pakken we zetels. Van die pakken we zetels. Ik wil gewoon U Nederland. Je dan drie zetels bij een andere partij weggehaald? Nee, die mensen naar mij toegekomen. Ja, maar ja. Die, die partij hebben dan toch drie zetels verloren? Ik heb niet gezegd van. Uh, oh ja, weet je, kom je onze verlaten partij. En, uh, mensen, ik heb mensen benaderd. Wil je na de verkiezing bij ons op de lijst komen? Ik wil het hele verhaal wel vertellen, want dan gaan we even van Pieter Omzicht uh, af. Nou, daar komen we zelf wel terug. Dat ze. we zo even. Terug. Ja. Um, heb ik net ook gezegd, ik wil op de inhoud uh, willen kijken. Uh, Nikki Pauw, uh, Dirk-Jan Epping, Lilian gaven aan na de Tweede Kamerverkiezingen te stoppen. Ja. En toen dacht ik van, dat vind ik vervelend, want ik wil deze mensen met een goede kennis, die wil ik graag behouden voor de Tweede Kamer. Ja. Toen heb ik gevraagd van, um, wil je dan niet stoppen, maar wil je dan bij ons aansluiten? Nou, daar heb ik ook heel veel gesprekken mee gevoerd. Die hebben zeg maar, ook erover maar na moeten denken. Die hebben uiteindelijk besloten om voor de politiek te behouden te blijven bij BBB. Ja, maar voor de dat verkiezingen is wat al. anders, dat is wezenlijk wat anders. Dat ik overal mensen ga wegplukken omdat, omdat ik meer zetels wil. Zo, zo is dat gewoon niet gegaan. Nee, maar ze sluiten zich wel voor de verkiezingen al bij u aan en niet daarna. Dat klopt, uh, ook daar wil ik, uh, wel, uh, dat wil ik ook wel uitleggen. Want er zijn een aantal opties wat je kan doen. Um, en dat is, heel, heb ik heel, dat is aan hun gelaten. Ik heb niet gezegd, je moet dit en dat doen. Ja. Um, je kunt bij de, de partij weggaan en de zetel teruggeven. Dan komen er twee uh, ja, 2022 nieuwe mensen in de Tweede Kamer. Ja. Ja. Die zitten drie maanden in de Kamer, volgens zijn verkiezingen, komen misschien niet terug, gaan zes maanden op wachtgeld. Ja. Dat vinden mensen, hè, dat is een maatschappelijke discussie, moet dat allemaal, al die ja. wachtgelders. De andere optie is dat je je gaat uh, afsplitsen, Dan komen er weer twee nieuwe. Bij in mm. de Tweede Kamer. Dat vinden mensen in Nederland ook niet fijn. Weer twee nieuwe partijen in ja. de Kamer. Ik, oorspronkelijk heb ik gezegd van um, um, wacht gewoon tot na de verkiezingen. Weet je, um, ga weg dan bij de partij en kom dan terug bij BBB. Maar goed, toen kregen we die discussie: ja. krijgen mensen op wachtgeld, krijgen afsplitsen. Nou, zo is het eigenlijk ontstaan. Juist. Dat wij hebben ge gekeken, zou het mogelijk dan zijn dat ze en de kennis en ervaring in de Kamer blijven behouden. Ja. En dat, ze, hè, dus dat we zorgen dat niet anderen met wachtgeld uh, gaan en dat er geen afsplitsers komen. En toen hebben we bij de griffie okay. van de Tweede Kamer gevraagd: is het mogelijk dat ze bij ons aansluiten? En dat nee, kan. En zo is de beslissing gekomen.